Hardcore. Het hart van Rotterdam, uit puin en as herrezen, klopt weer als een zweer. En niemand houdt het tegen. Het is de motor van het land, de bron van alle leven, het middelpunt van het heelal, het brood waarvan we eten. Het hart van Rotterdam mag dan een kunsthart heten. Het is het centrum van het nu, de harde kern van heden. Prachtig. Gewoon bouwen, zo'n kunsthart. Dat is, is wel het gave van dat gedicht. En dat, dat dit een beetje eraan helpt. De bouw van de Markthal zit in de eindfase. In oktober gaat hij open. De architect van de grootste passage van Nederland en de kunstenaar van de enorme plafondschildering nemen een kijkje op de bouwplaats. Kijk, daar zie je ook die Jacobsladders. 10 jaar geleden kiest de gemeente Rotterdam voor een overdekte markthal voor 7 dagen in de week. Het architectenbureau MWRDV komt met een gewaagd ontwerp door wonen en markt te combineren onder 1 grote boog. Ja, in plaats van zeg maar zo'n 2 schijven met een markthal tussen, hebben we toen omgekeerd. Zeg van nou, maak dan een hal die gedragen, die gemaakt wordt eigenlijk door de woningen. En waarbij je vanuit de woningen altijd ook in die hal kunt kijken. Dan, en tegelijkertijd maak je dan natuurlijk ook een ruimte die een beetje zoals een soort kathedraal is voor voedsel. Dan heb je 2 kathedralen, eentje die niet meer als partycentrum gebruikt wordt. De Lauwerskerk. En de kerk. En deze hiernaast voor het voedsel. De buitenboog wordt bescheiden bedekt met de grijze stoeptegels van Rotterdam. En de hal van binnen, die moet een blikvanger worden. Een moderne variant op de Sixtijnse kapel in Rome, waar het scheppingsverhaal rijkelijk wordt verbeeld. En dat betekent inderdaad dat je je weg zou moeten vinden tussen in het beeld. En daar moet veel in te zien zijn, was een idee. En dat je dan ook een beetje, als je terugkomt, weer iets anders ontdekt. Daar is het gebouw donker. Ja, ik zie inderdaad wel stralen. Daar zie je door die Jacob. Kunstenaar Arno Koenen wint de opdracht. Er zijn geen echte ladders. En creëert een modern scheppingsverhaal. Het hele beeld is opgebouwd eigenlijk rond de zon. Wat natuurlijk de bron is van al het leven uiteindelijk op aarde. En van daaruit worden eigenlijk al die groenten en al dat eten, al die wilde eigenlijk over ons uitgestort. En dat is natuurlijk de markthal. De markthal is natuurlijk een soort hoorn des overvloeds. Als je straks binnenloopt, al die dingen die daar liggen. Het kunstwerk is immens. Met 11.000 vierkante meter, zo'n 2 voetbalvelden, is het misschien wel het grootste ter wereld. En om dat voor elkaar te krijgen, is het modernste technisch vernuft van stal gehaald. Een schaakbord aan onderdelen die allemaal 30.000 bij 30.000 pixels waren. En dat ook weer in verschillende lagen. Dus het is eigenlijk nooit 1 plaatje geweest. Het is altijd een soort heel ingewikkeld verhaal geweest van... Een gatepuzzel. Ja, van een puzzel van plaatjes en dat ook nog weer in 5 lagen. Dus het is niet alleen een scheppingsverhaal van de natuur, het is ook nog eens een keer een technisch wonder dat het hier kan hangen. Ja, dat was een scheppingsverhaal op zich. De finishing touch van het kunstwerk wordt een 3D-projectie van vallend fruit en groenten. De Rotterdamse Markthal is een kathedraal van buiten en een Sixtijnse kapel van binnen. Het is een kunsthart, maar het is hardcore Rotterdam. Ja, op verschillende manieren, want hardcore is een kwaliteit. Je wil gewoon een ruimte maken die groot is en die potverdorie, die hoort bij deze mate van deze stad. Maar je wilt het ook doen met woningen, met mensen die er gewoon wonen daarin. En met een soort directheid van dit wat het is. En dat vind ik wel de schoonheid van Rotterdam. En ook niet verbloemen. En dat je het probeert eigenlijk zo rechtstreeks mogelijk ook dan te bouwen. Dat vind ik wel cool.